Prinsesje. Goedemiddag. Ja, lieve vrienden. Het is zondag 4 maart. Het is 11 minuten over 1. Ik heb mijn haartjes weer gewassen. Ik heb me helemaal gewassen. Ja, ik ben wel lekker schoon. Ik heb geen normale kledingen. Nee, gewoon een soort met huispak, laat me zeggen. Lekker. Ik hoef het toch niet uit, dus waarom zal ik? Ja, hoog uit de tuin. Nou, jas erover, geen mens die er naar kraait. Nee. Maar in ieder geval, ja, na deze trieste dagen, ik ben nog bedroefd. Het zal ook wel een tijdje blijven, daar ben je niet 1, 2, 3 overheen. Maar afgelopen nacht kreeg ik te lezen dat er weer eentje was overleden. En nog wel een vriend van mij, weliswaar op Facebook, maar net zo erg. Enkel, ik kreeg nog geen groen licht om dat in mijn groep te melden. En nu dus wel, dus nou kan ik het straks even plaatsen met een plaatje erbij. Dus ja, weer droevig nieuws. Het houdt niet op. Naarmate wij ouder worden, des te meer er om ons heen wegvallen. Ja, en dat doet allemaal zoveel pijn en verdriet. En als je jong bent, dan sta je daar nog niet bij stil. Nee, want er gebeurt toch niks. Nee, niemand komt overlijden. Ja, misschien je oma of je opa. Want die zijn oud in jouw oog als je jong bent. Ja, dus... Maar je ouders die vallen 1, 2, 3 nog niet weg. En je vriendinnen of vrienden vallen nog niet weg. Want die zijn ook allemaal nog jong. Maar pas op, als je ouder wordt zoals wij, de oudere garde, dan valt bijna iedereen om je heen weg. En dat doet pijn in je hart. Ja. Maar in ieder geval, niet getreurd. Ik ga vandaag de spiegels schoonmaken. Dat zal ik jullie laten zien, want jullie weten dat er lijm op zit. Zoals met die hele grote stenen, daar zit ook lijm op. En die ik gisteren nog weer gemaakt heb. Dus ja, kijk, daar zit lijm. Waar ben ik met mijn vinger? Daar ja. Daar zit lijm. Nou, op die spiegel zit ook hier en daar lijm. Ook hier in die bocht zit lijm. Dus ja, dat ga ik schoonmaken. Ook die moet nog schoongemaakt worden verder. Die spiegel die ik op de salontafel heb leggen, moet ik nog verder weer schoonmaken. Dus ja, dat probeer ik vandaag te realiseren. Kost wel veel kracht, dus of het allemaal leuker gaat. Ja, je moet er wel wat voor over hebben, dus ik zal het niet doen. En ik moet de klok ophalen, zie ik, ook de kettingen, die, de gewichten, die zakken, dus die moet ook weer omhoog. Ik ga koffie maken en dan zien we wel verder wat de dag ons brengen zal. En ik zeg gewoon tot later op deze middag en geniet ervan. Ja, ik wil dit even aan jullie laten zien. Hoe mooi is dat? Lief, hè? Zo lief. Ja, en onze prinses die kijkt een beetje schuchter van, nou wat moet jij nou weer hier? Maar dit is zo lief, zo lief. Geweldig. Heerlijk. Ja, en zoals jullie horen, ik ben met koffie voor mezelf bezig. Ik had visite, maar die zijn alweer weg. Ja, die kwamen geheel onverwachts. Altijd wel leuk. Maar ik ben met de spiegel bezig van Astrid. En daarom zie je nog een vies vlekje. Dat staat daar met dit spul in te trekken. Daar zit een hardnekkig vlekje. Dat ik even nog 1, 2, 3 niet schoon kreeg. Maar verder, hij is goed als schoon. Geen lijmresten meer. Nog een beetje vlekkerig van het poetsen. Maar geen lijm meer. Enkel daar dat stukje nog. Dus ja, daar ben ik weer blij mee dat die bijna klaar is.
En ja, dan eventjes water opschenken op mijn koffie. En ik zit naar Heidi en Peter te kijken. Oftewel naar Heidi. Maar geen tekenfilm. Maar onze echte mensen, ja. En dat vind ik wel zo mooi. Vind ik mooier dan die tekenfilms, ja. Daar zit ik even naar te kijken. En ik ga zo meteen even verder, want het staat toch in te trekken. Eventjes laten weken, want ik kreeg het niet 1, 2, 3 los. Het was echt een dikke druppel geweest. Maar ja, het kan gebeuren. Het is nou eenmaal vloeibaar. En ik ga toch daarachteraan om een ander soort lijm te zoeken, dat ik dat kan gaan gebruiken op spiegels. En ja, ik wil ook met bloemetjes gaan beginnen. Want ik heb boven op zolder een heleboel staan. En ja, wie weet gaat dat ook leuk worden. Dus hou jullie op de hoogte. Ja, ja. En tot straks. Hé, hey, meisje, kwam je ook even om het hoekje kijken? Ja, nou. Oh, geen... Is vrouwtje niet meer belangrijk? Zou ik ook zeggen. Maar oké, lieve vrienden. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het schoonste in het land? Nou, niet ik. Misschien mijn zusje Astrid. Ja, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is er het schoonste in het land? Nou, ik in ieder geval niet. Misschien mijn zusje Astrid. Daar wordt hij voor. Hij is helemaal mooi schoon. Ik kan alleen maar rechts weg weten te krijgen. Dus deze is helemaal klaar. En ik ben er blij mee. Ja, ja. En ook deze glasplaat, spiegel is klaar. Ja, en die heb ik lekker voor mijn mannetje leggen. Voor al mijn andere dierbaren. Daar zit wat as in van mijn schoonmoeder. Maar daarvoor zijn we nou niet hier. Maar voor de spiegel. En dat heb ik er dus opleggen en opstaan. Ja. Dus ik vind hem heel mooi en het staat ook heel mooi. Ja, ja. Ik vind het geweldig. Toch of niet dan? Ik weet niet wat ik... Oh, dat is die kerst. Nee, ik zie wat anders. Nou, het zal me een worst wezen. Oh, mijn eigen handen. Ja, en mijn fototoestel. Ja, natuurlijk. Dat zie ik natuurlijk weer kaats in die spiegel. Ja, uiteraard. Nou, ik vind hem mooi. Toch, ook die is schoon en legt er netjes. Ja, nou, dan, waar is mijn hondje? Die is daar. Ja, ja. Mijn hondje. Ja, kom. 1, 2, kom. 1, 2. Goed zo. Grote jongen. Ja, grote jongen. Grote jongen. En daar hebben we nog een meisje. Groot meisje, hier ook, groot meisje. Ja, kijk daar. Oh, en daar hebben we ons prinsesje. Daar, prinsesje. Ja, kom eens kijken, prinsesje. Hier, ons prinsesje, hè, meis. Ja, op de troontje, hè. Ja, waar ons rode rakker is, weet jij het, weet ik het. Weet jij waar ons rode rakker is? Gaan we kijken? Nou, ik zie hem niet. Nee, niet te zien. Maar wel koud. Oeh. Ja, het is koud. Het is koud. Ja. Dat, ja, ik zie er niet uit. Maar ja, wat wil je? Ik ben niet opgemaakt. Ik heb me gewatcht. Ik heb me gedoucht. Ik heb mijn haren gedaan en al. Ik heb mijn huispak aan gedaan en ik kreeg onverwachte zitten. Ja, en... Twee spiegels schoongemaakt. Ik heb die van Astrid hekken van die kranten ingepakt. Die kan ze dus morgen zo meenemen. En ja, dat komt allemaal goed, hè? Ja, ja. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen tot vanavond. Zo, alles gelukt? Ja, het is gelukt. Zo.